gaat. En momenteel houdt iemand een wapen gericht op mij. Druk op een duimpje omhoog deze om het te redden in 3, 2, 1, view. Dat scheelde echt niks. Wie gaat er als eerste dood? Aan de linkerkant hebben we een persoon op een soort van wip-wap waar die balans probeert te houden. En aan de rechterkant hebben we een persoon met een sniper. En ja, je weet vast wel wat hij wil doen. Hij wil namelijk de linkerpersoon, oftewel de eerste persoon, neerschieten. En wat ik dan denk dat er gaat gebeuren is dat hij het balans verliest. Dan zal dit natuurlijk dalen naar beneden. En zal deze persoon, oftewel de eerste persoon aan de linkerkant als eerste doodgaan. En daarna valt de tweede persoon ook in de stekels hieronder. Dus laten we de eerste persoon kiezen. Hij gaat namelijk als eerste dood. En laten we kijken of we gelijk hebben. Hij schiet met de sniper. De persoon gaat dood natuurlijk. En ja hoor, daarna gaat de tweede persoon ook dood. Level 2. We hebben een persoon met een hakbel aan de linkerkant. Maar aan de rechterkant staat een persoon met een sniper. Oké, wat belangrijk is dat we nu weten is dat in het midden staat er een muurtje. Dus als de persoon met de sniper gaat schieten, zal de kogel waarschijnlijk tegen de muur aankomen. En dat betekent dat de kogel de persoon aan de linkerkant dus niet zal raken. Maar wat de linker persoon met de hakbel natuurlijk kan doen, is hij kan de hakbel over de muur heen gooien. Dus ik denk dat de persoon met de sniper doodgaat als eerste. En ik ben heel benieuwd wat jullie ook denken. Laat het achter in de reacties natuurlijk. En laten we kijken of we gelijk hebben. De sniper schiet tegen de muur en de hakbel gaat over de muur heen en killt de persoon aan de rechterkant. Level 3. We hebben twee personen die een boom aan het hakken zijn. Alleen moet je hier heel erg goed opletten. De linker persoon hakt namelijk een stuk van de tak voor zich uit. En dat betekent dat eigenlijk alleen het voorste gedeelte van de tak waar hij aan het hakken is naar beneden zal vallen. Alleen de rechter persoon is ook natuurlijk de tak aan het hakken, alleen dan een andere tak. Alleen wat hij probeert te hakken zal betekenen dat als hij dat allemaal weg heeft gehakt, dat het hele stuk waar hij op staat naar beneden stort. En dat betekent dus dat de rechter persoon als eerste dood zal gaan. En de linker persoon zal eigenlijk niks overkomen volgens mij. Dus laten we kijken of we gelijk hebben. En ja, kijk eens aan. En oeh, oké. Okay. Ik zou geen baan nemen met iets met hout hakken. Level nummer 4. Een soort van liefdesverhaal lijkt het wel. We hebben iemand die echt achter geld aanloopt aan de bovenkant. En natuurlijk aan de overkant staat dan een verliefd meisje. Of nou ja, misschien een hele leuke dame. Alleen in het midden staat natuurlijk een gat met allemaal stekels waar je in loopt. Aan de onderkant hebben we een persoon die, ja, achter liefde aan zit. En hij zal natuurlijk voor het meisje gaan aan de overkant. Wat ik natuurlijk denk is wat ze altijd zeggen is liefde maakt blind. Dus de persoon zal natuurlijk voor de vrouw gaan aan de overkant, aan de onderkant. En die zal als eerst in de stekels vallen. En ik denk dat degene die geeft om het geld eigenlijk niks geeft om de vrouw. Want hij denkt waarschijnlijk, ja, dan moet ik kleding kopen voor de vrouw, denk ik. En dat geld wil ik liever zelf houden. Dus ik denk dat de persoon die verliefd is aan de onderkant hier zo als eerste dood zal gaan. Omdat hij natuurlijk aan de overkant wil komen bij die mooie vrouw daar zo. Laten we kijken of we gelijk hebben. En hij loopt, ja, de stekels in en hij is dood als eerste. En de persoon met het geld doet niks en loopt weg. Tot nu toe hebben we echt elk level goed. Oké, een persoon loopt naar een plek en hij is natuurlijk verliefd op een meisje aan de overkant. Alleen, gaat hij nou een aanloop nemen? Oh nee! Oké, dat haalt hij niet. Er komt nog iemand aan. Die springt ook mis. Iemand probeert nog mis te springen en die valt ook naar... Wat gebeurt hier allemaal? Er gooit iemand een touw. Dat is heel erg slim om naar de overkant mee te komen. Hij loopt heel voorzichtig. Er komt er nog een persoon aan met een brug en oké, die persoon is ook dood. Maar maakt niet uit. Nu is er iemand die wel naar de overkant loopt en er komt nog iemand achter hem aan. Ik denk dat ze door de brug krakken en ja, oké, iedereen is dood. Maar wie moeten we nou kiezen die er als eerste dood gaat? Want er zijn zoveel mensen dood gegaan al. Oh, hij telt nu pas. Oké, we moeten dus kiezen of de vrouw als eerste dood gaat of de man met de dure auto. En ik denk natuurlijk dat de man heel erg verbaasd is om de vrouw. Maar hij wil natuurlijk dat de vrouw naar de overkant komt omdat hij natuurlijk een dure auto heeft. En ik denk dat het een soort van test is en dat ze proberen ons erin te luizen. Ik denk namelijk niet dat de man naar de overkant gaat, maar ik denk dat de vrouw denkt van... Oh, een mega dure auto! Daar moet ik heen. Ik moet zo snel mogelijk naar die meneer toe. Dus ik denk dat de vrouw als eerste dood gaat. En dat de man gewoon gaat wachten bij zijn auto. Van ja, kom jij maar mijn kant op, want ik heb toch mega veel geld. Laten we kijken of we gelijk hebben. De man loopt achteruit naar zijn auto en hij zegt... Hey, ik heb heel veel geld! Oké, dat is precies wat ik zei. En de vrouw denkt... Oh, geld, dat moet ik hebben. Oké, laten we naar de overkant gaan. Over het touw waar ze net heel wat mensen dood zal gaan. Maar ze is alsnog heel erg benieuwd. En ze gaat ook dood. Ik had dus gelijk. En de meneer zegt, sorry, doei. Het volgende wat we hebben is, we hebben een persoon aan de rechterkant. En er staat, wie zal er als eerste doodgaan als deze persoon deze steen naar beneden duwt? We hebben hier natuurlijk een grote steen met een soort van inham, oftewel een gat erin. En dat wil betekenen dat de steen naar beneden rolt en dan
komen bij de eerste persoon hier zo aan die natuurlijk in een gat staat. Maar wat er kan gebeuren is dat het gat net over zijn hoofd heen gaat. En dat de steen dan denk ik op de wipwap belandt. En dat deze tweede persoon dood zal gaan. Maar ik denk natuurlijk dat de derde persoon hier helemaal aan de linkerkant. En de vierde persoon helemaal links niet iets zal gebeuren. Wat ik namelijk denk is dat dit een valstrik is. En dat de gat niet over zijn hoofd gaat. Maar dat de steen de eerste persoon zal raken. Dus ik denk dat deze persoon hier als eerste dood zal gaan. En niet de persoon met de wipwap. Alhoewel, waarschijnlijk denken jullie dat wel. Maar ik denk dat ik gelijk heb. Oké, duw de steen maar. De steen valt naar beneden. En... Oké, de steen raakt de eerste persoon. En de eerste persoon is dood. Dus we hadden hem goed. Oké, het volgende level wordt moeilijker. We zien een vrouw op een bankje. En er komt iemand aan met een fiets. Terwijl die zijn handen niet aan het stuur heeft. Oké, dat is heel erg knap. Maar de man of de vrouw op de fiets is heel erg verliefd. En er komt nog iemand aan met een mega dure auto. En de vrouw is een beetje aan het kiezen van... de fiets vind ik wel leuk, want hij ziet er leuk uit. Maar de auto en de man in de auto is nog leuker. Want ik hou van geld, denk ze. Alleen, nu moeten we dus kiezen wie gaat er als eerste dood. Degene op de fiets is heel erg verdrietig, zoals je kan zien. En het stelletje nu in de auto zijn allebei hartstikke verliefd op elkaar. Want ja, de man heeft ook een dure auto. En de vrouw is verliefd erop, op het geld en op de man. Alleen, wat ik dus denk dat er gaat gebeuren is dat hun nu samen weggaan. Het kan zo zijn dat de brug waar ze overheen gaan instort. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Alleen, ik denk wel dat het stelletje doodgaat omdat degene zo verdrietig is uit jaloezie. Laten we kijken wat er gaat gebeuren. Ik denk dus dat het stel doodgaat omdat natuurlijk die man het vrouwtje heeft afgepakt van degene op de fiets. Oké, laten we kijken wat er gaat gebeuren. De auto rijdt weg over de brug. De brug stort niet in. De verdrietige persoon loopt naar de bank. Oké, hij loopt verder dan de bank. Hij loopt naar de brug toe. Hij gaat toch niet door de brugzak. Oh, hij gooit de brug weg. Oké, en wat gebeurt er dan? Oké, de auto komt mega hard aangereden en ze zijn allebei dood. Dus we hadden het goed. En nu is de persoon weer vrolijk. Oké. Het volgende level wat we hebben is twee personen. Namelijk de bovenste persoon gaat naar een toiletje waar natuurlijk iemand staat met een hakbel. Terwijl de onderste persoon naar een wc gaat waar een skelet staat. Nou ja, een skelet leeft niet meer, dus die kan niet zoveel doen, denk ik. Die kan überhaupt niet echt bewegen. En degene met een hakbel is duidelijk daar om iemand te vermoorden. Dus ik denk natuurlijk dat deze persoon hier bovenaan als eerste doodgaat. En dat het skelet waarschijnlijk gewoon instort of iets. Of gewoon stil blijft staan, want het is een skelet, die is al dood. Dus laten we kijken of we gelijk hadden. En oké, degene met de hakbel heeft zeker verloren. En oké, die wordt nog harder geslagen. En het skelet valt in elkaar. Tot nu toe hadden we echt elk level goed, maar het wordt steeds moeilijker. We hebben hier namelijk een persoon met een sniper. Die natuurlijk op de eerste persoon die geen wapens heeft, wil schieten. En daarom denk ik natuurlijk dat zijn lichaam valt. Waardoor de sniper persoon natuurlijk als eerste naar beneden valt. Oh nee, tuurlijk niet. De sniper schiet de linker persoon meteen dood. Waardoor hij al dood is en daarna valt hij naar beneden. Dus de linker persoon zal als eerste doodgaan. En ja, nee, hij ontwijkt de kogel. Oké, dat had ik zo niet verwacht. Wat? Dat is gewoon fout. Oké, je hebt een persoon met een voetbal en die wil een voetbal gooien. En een persoon met een stoel. En oké... Blijkbaar is degene met de stoel dood gegaan. Of nou ja, degene met de voetbal. En nu hebben we iemand met een mes en een stoel. En degene met het mes gaat dood. Oké, we moeten goed blijven kijken. We hebben nu iemand met een pistool en iemand tegen een mes. Wie zal dit overleven, denk je? Nou, de pistool kan natuurlijk gewoon op de persoon met het mes schieten. Dus ik denk dat degene met het mes natuurlijk dood gaat. Ik bedoel, hoe kan een pistool verliezen van iemand met een mes? Dat kan volgens mij niet. Dus de persoon met een mes gaat als eerste dood. En laten we kijken of we gelijk hebben en... Waarom gooien ze het wapen? Hij gooit zijn pistool en nu heeft degene met een mes gewonnen. Ik snap niet zo goed waarom je je wapen zou gooien, maar goed. Dit was Wie gaat als eerste dood? Doei doei!